Vorige maand had Fujifilm een update beloofd van de, onder andere de X-T2. En uh, vandaag is die effectief vrijgekomen, dus we zullen eens kijken wat er allemaal in de update zit. Ik heb ondertussen de firmware gedownload en ik heb die op een SD-kaart gezet. En als je dan de camera opstart, terwijl dat je de display back button... Ingedrukt houdt, dan kom je in het update-menu terecht. En dan moet je eerst kiezen of je de lens of de camera wilt gaan updaten. En als je kiest voor de camera, kunnen we hier verder en dan zie je dat hij van versie 3 naar versie 4 gaat. En vervolgens is het de bedoeling dat je ja, ziet dat je dit wel uitvoert als je een volle batterij hebt, want het update-proces duurt eventjes. En eigenlijk wil je, al, wil je wilt vooral voorkomen dat de update vastloopt. En als de update vastloopt omdat de camera uitvalt door een uh, batterij bijvoorbeeld die leeg raakt, dan bestaat de kans dat er um, een onvolledige firmware op de camera staat en dat je niet meer verder kunt met de camera. Dat je de camera eigenlijk moet gaan uh, binnenbrengen voor herstelling, het was sowieso een veelbelovende update. Het was firmware versie 4 was het, denk ik. Komende van 3. En er waren dus zoals jij weet, is de hele tijd terug is de XH1 aangekondigd en die is ondertussen beschikbaar. En dat is eigenlijk een XT1, nee, een 2 beter. Maar dan met een body stabilization, dus een iets grotere body. Maar voor de rest wel dezelfde sensor. Maar eigenlijk is de XH1 vooral gericht op het maken van of de H staat voor hybride. Maar je merkt wel dat er vooral features inzetten die gericht zijn op videografie, zoals bijvoorbeeld. Ondersteuning voor uh, 4K, maar ook um, hogere frame rates voor uh, Full HD. Dus waar dat uh, XT2 voordien op 60 frames per seconde vast zat, doet de XH1 eigenlijk 120 frames per seconde. in Full HD, eigenlijk omdat uh, de XT2 zo goed als dezelfde hardware heeft en dezelfde sensor, kunnen veel van die features naar de xt 2 overgezet worden en ook naar andere camera's met diezelfde sensor. En eh, rond 15 april werd er door Fujifilm officieel aangekondigd dat er effectieve firmware ging vrijkomen die een aantal van die features zou eh, beschikbaar stellen. En de geruchten waren dat er onder andere het nieuwe Eterna profiel zou bijkomen. Dat je dus die 120 frames per seconde ook zou krijgen en Full HD. Dat je ook eh, 4K, eh, nee je kon al 4K op de x t maar nieuw was dat je 4K en F-Log rechtstreeks op de SD-kaart kunt doen. Vooral die F-Log is nieuw. Een uh, flikker en dan, meer voor uh, fotografie, was er ook nog een feature rond uh, focusstekking. Was het denk ik, uh, dus de mogelijkheid om om bracketing met een verschillende focus uit te voeren, zoals hij brekking voor de belichting uitvoert. Dus als we dan gaan kijken naar die laatste file, en we gaan naar de video opties, dan zie je dus 180-60p blijft dezelfde zo te zien. Dat waren de opties die al beschikbaar waren. Ah, maar hier heb je dan wel een nieuwe optie: Full HD High Speed Recording. Dus dan kun je wel in 120 frames, 100 frames en dergelijke meer gaan opnemen. Dus dan een verhoogde. Dus dan kun je aan een slow motion afspelen. Hier heb je ook die flikkerreductie. Bij de 4K output is het denk ik. Ja, hier zou ook iets nieuws moeten zijn, in de zin dat je kunt if vlog ja, dus hier zie je de drie onderste opties zijn nieuw, dat je flog rechtstreeks naar de SD-kaart kunt wegschrijven. In 4K of Full HD. En dan... Um, ook voor Full HD zelf heb je dan waarschijnlijk ook dezelfde opties, ja, die laatste optie, flog naar de SD-kaart. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste nieuwigheden die ik zelf zou gebruiken voor het maken van mijn video's. We zullen de... Focus stacking, de bracketing met focus ook wel een keer bekijken, maar dat zal ik in een afzonderlijke video doen. Dat zal vooral handig zijn voor macrofotografie, denk ik. Omdat je in macrofotografie door de type lens een heel beperkte autofocus of een heel beperkte scherptediepte bereik hebt. En dan kun je eigenlijk meerdere foto's gaan maken op statief met een ander scherpstelpunt. Ook voor landschappen kan dat handig zijn, als je enorm veel scherptediepte wilt, dat je eigenlijk... Uh, op verschillende punten focussen op de voorgrond en de achtergrond. Ik ben ondertussen naar de profiel nog aan het kijken, maar ik zie hier geen nieuw profiel. Dus volgens mij is het Eterna profiel is er niet doorgekomen, maar de andere features zijn er wel.